combine voorbij. Zal de start goed gaan, zal de start goed gaan. Dat vragen we ons allemaal af natuurlijk. En een hele goede start zien we hier. Een goede start voor Krabbenborg. Goede start voor Sjoerd Diekers. En de stik pakt prachtig de derde plaats. En Petrus blijft achter. Het lukt er niet aansluiten te vinden daar in de top. Ja, Harm, en we gaan hier met de team Krabbenborg met de nummer 6 en nummer 10 de bocht in. Met op zijn hielen gezeten. De stik met de nummer 44. En dan ja, helaas Harm voor de jongens van het Armbosrace, voor het Racing voor Tijnje team. Maar we zien toch wel de Stuart Biggers en we zien René Krabbenborg op een doorgaan met de beide combine. Deze jongens zijn van de jongens de kaart aan te op goed op het veld. En dan hebben we hier Bertus van der Meer natuurlijk stinkend best om nog iets meer naar voren te komen. Als mede ook de stik die achter Bertus zit. Ondertussen zien we hier inderdaad een achterhoede gevecht tussen de twee teams die combijn. Naar de volgende liedje menu. En wij zijn niet van de achterhoede gekomen. Alhoewel Bertus niet dacht, het gaat graag 17 uur. En aan de andere kant zien we dat er aankomt. Sjoerd Diekers, achterhoede voor René Krabbenborg. Die helaas voor het thuispubliek niet de gewenste uitslag meebracht.
maar desalniettemin voor veel spanning en sensatie te zorgen. Harm, het is voor het thuispubliek sowieso een overwinning om vandaag dit spektakel te mogen aanschouwen. Hier zijn geen verliezers, hier zijn absoluut geen verliezers. Maar er wordt hier gestreden, er wordt hier verschrikkelijk gestreden op welke plek dan ook. Het maakt niet uit. Het is dus even kijken waar het zou het helemaal af en dat is een vraag. Dat vraag ik mij dan natuurlijk wel af. Ja, dit was echt een hele spectaculaire race, Harm. Er werd gezoend, er werd gekust, er werd gedrukt. Men vocht echt voor elke plek, voor iedere meter. En ik zie dat de stip inmiddels stilstaat. Waarschijnlijk met